Dit viermotorige passagiersvliegtuig trok bij zijn eerste landing op Schiphol sterk de aandacht. Het is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld en het werd in 1957 in Rusland gebouwd. De Tupolev 114 draagt in zijn 54 meter lange vleugels vier turbinestraalmotoren die elk twee contra-roterende schroeven hebben. De luchtreus staat bijzonder hoog op zijn poten. De toegangsdeur naar de cabine bevindt zich op 5,10 meter boven de grond. En dat is zo hoog dat men, tot hilariteit van de bemanningsleden, op de grootste vliegtuigtrap van Schiphol, die altijd voor de DC-8's wordt gebruikt, nog een kleiner trapje heeft moeten plaatsen. De machine, die slechts tweemaal eerder in West-Europa was, kan, als hij geheel voor toeristenklasse is ingericht, 220 passagiers vervoeren. Maar normaal vliegt hij met 160 personen, van wie er 40 eerste klas kunnen reizen. Die hebben dan de beschikking over speciale slaapkabines. Een opvallende bijzonderheid is tenslotte nog het extra staartwiel dat is aangebracht in verband met de steile start. De machine was hierheen gekomen om het versterkte Jong Oranje team te halen dat een tournee door Rusland gaat maken, vergezeld van officials en journalisten. De Tupolev 114 heeft zijn 174 passagiers in enkele uren naar Moskou gevlogen, waar de Oranje voetbaljeugd zijn tournee met een overwinning begon.